Mijn eigen man die mijn haar knipt is heel surreëel. We hebben al zotte dingen gedaan, maar zo zot, ja, nee, dat hebben we nog nooit gedaan. Spannend. Dat is een stap in ons gezinsleven, in ons huwelijk. Amai, nee. Dit? Oké. Wat een mijlpaal, schat. Dus hier, in de rust, in de herkenbare sfeer van het huis, vond ik dat eigenlijk wel leuk. Hier heb ik zo niemand die zo om de 5 minuten zegt, wat doe je? De klant daarentegen vond ik een beetje te luidruchtig, maar ook daar kan aangeduid worden. Maar niet te hard trekken, niet te hard trekken. Begint al. Ja, maar ja, maar dat is schoon, zie. Maar dat is niet recht, hè. Dat is toch niet uitdunnen? Enfin, vind je het nog tof? Of moet ik zwijgen? Ik denk dat er toen een lichte relatiecrisis zit aan te komen. Als het licht is, is het niet erg. Maar Kurt is enorm gefocust. Ik zag hem in de spiegel en ik was constant naar zijn gezicht aan het kijken. Hoe verbeten hij naar mijn haar aan het kijken was. Maar ik was ook wel een beetje ongerust, omdat hij zo geconcentreerd was. Keek hij soms heel bezorgd en ik dacht, oei. En dan frekerieus voor de achterkant. Brushen. Ik vind dat best wel moeilijk. Je hebt die borstel, je hebt die haardroger enzovoort enzovoort. Dan denk ik, oké, dan zijn we een half uur bezig, dat haar ligt goed. En het eerste wat hij doet is zo. Oh, ja, maar. We zijn dat keigoed te feunen. Oh, sorry. Maar je weet dat ik graag in mijn haar zit. Ja, maar nog niet nog bij niet. De kapper zelf. Zeg, dat je bent wel zeer, hè? Wel zie. Ja, maar ik ben wel tevreden over het resultaat. Jawel, de reacties van mijn uitwijzen, hoe goed of hoe slecht het is geworden. Hè.